Die Engert, maar krijg je er niet in. Het schijnt daar mega tering diep te zijn. En het gaat ondergronds door. Creepy cenote. In de jungle, the mighty jungle. Oh, dat roep ik de hele tijd hier in Mexico. Kom je eruit? Oh, nou dan loop ik ook naar die andere kant. Oeh, voor geen goud. Donker gat en diep. Even kijken, ik zal het even laten zien. Nou, Ronald gaat dus daar onderdoor. Bah. Ja, laat mij maar dan een scheid het wezen. Dat vind ik niet erg. Nou, ik zal het even filmen. Super gaaf. Super gaaf. Even kijken. Ik ben net wel in die ene cenote geweest. Maar dit vind ik een donker gat. Daar krijg je me niet in. Dan is Sonja een klein beetje een scheiterd. Zoals dat heet. Ta-da-da-da. Ruikt hij helemaal naar wiet op de een of andere manier. Even kijken. Daar ook een gruwelijk gat. Oh, moesie. Moet ik even kijken hoe ik ervoor kom. Of ze daar. Even kijken. Nou, gaan we even aan de wandel. Kijken of Ronald het overleefd heeft. Niet grotmonsters of naar beneden de diepte ingetrokken. Door een oude Maya-geest. Je weet maar nooit. Hé, daar is hij weer. Moet je ver omlopen? Nee, een klein stukje. Maar ik ben gelijk buiten adem, joh. Die hitte. Wat een eng gat. Dat is een super creepy hoor, man. Dat is diep, jongen. Maar hier mocht je helemaal niet zwemmen, zeiden ze. Oh. Oh. Daar kan je wel zitten. Ja, onze spullen liggen daar wel onbeheerd, hè? Maar daar ga ik toch niet meer terug. Ik ga ze wel halen. Oh, jakkes. Dat je dit durfde, joh. Mij te donker en te diep. Heel diep en heel donker. Je bent een held. Dat wist ik al. Maar nou helemaal. Ja, ik wacht hier. Ik ga even het enge creepy hole kijken. Gadver, dan ben je toch niet zwemmen, man. In je eentje. Ja. Is die gaan zwemmen? Helemaal dat donker. Oh, gadver, daar is. Stilte hier, joh, als je even je bek houdt.